Voorzitter van het nieuwe bestuur is de 67-jarige Peter van der Steen, in de regio vooral bekend geworden als directeur bij de IBN-groep. Hij werd door de gemeente benaderd om voorzitter te worden. Dat deed hij graag, maar wel met als voorwaarde dat hij met zijn bestuursleden de nodige speelruimte kreeg. Ik kijk naar bestuursleden die erin zitten, als een Frans Jozef Klaassen van het Hooghuissysteem. Die krijgt de ruimte om zijn grote droom meer leerlingen hier te betrekken en hun families. Dat betaalt ook iets voor de museale zaken die we gaan laten zien. Wat een mooi museum trekt geen jeugd, in alle duidelijkheid. Dus je moet een aantrekkelijk museum maken waar ook de jeugd zegt, wauw, dat is leuk om daar naartoe te komen. Nou, Frans Jozef heeft ja gezegd tegen deze klus en hij krijgt de ruimte om dat soort dingen mee te gaan waarmaken. De veranderingen bij het museum zijn vooral ingegeven door de gemeentelijke bezuinigingen op cultuur. Jan Kuhne wordt dus zelfstandig en moet gaan draaien met minder medewerkers. Om dat goed vorm te geven, wordt nog een flinke klus. Is opgave, maar er ligt een plan. Dat plan is de onderlegger voor de nieuwe directeur en zijn team. Ook de mensen die nu vandaag en daar bij het museum werken, kunnen op deze banen gaan solliciteren. En moeten daar dan wel geloof in hebben. Nou, daar gaan we gaan kijken wie past nou op dit verhaal. In bestuur hebben we Karin van Lievelo, een Osse dame, woonachtig in Nijmegen, maar veel belangrijker, ze is als deskundige verbonden aan de fundatie in Zwolle en gaat me inhoudelijk bepalen wat we met dit museum kunnen en moeten gaan doen om het een aantrekkelijk museum te maken. Aantrekkelijker worden voor het publiek, zelf meer geld zien te verdienen, wat commerciëler worden. Allemaal doelstellingen die door de gemeenteraad zijn meegegeven. Ja, je moet proberen een museum voor meer mensen aantrekkelijk te maken als alleen maar de deskundigen die echt kunst weten te waarderen. En dat is in de fundatie in Zwolle bijvoorbeeld erg goed gelukt om een breed publiek binnen te krijgen. Mensen uit de omgeving ook te betrekken bij het museum, maar ook landelijk nog steeds een erg goed museum te zijn. Laten we wel zijn, het Jan Kuhne heeft een erg goede naam, ook landelijk. Dat moeten we zien vol te houden, dat betekent gewoon kwaliteit. En met die kwaliteit en dat verbrede programma dat we gaan maken, wordt het een echt Osmuseum waar ook Ossenaren trots op zullen zijn en blijven. Het nieuwe bestuur zit er dus net pas, maar zal er wel snel met de eerste plannen moeten komen. Kijk, heel goed is dat de gemeente heeft besloten bezuiniging een klein beetje terug te draaien. Eisen stellen wat we willen. De groep Jacobs, oud-directeuren, hebben geroepen, ja, maar dit kan allemaal niet. Ik zeg maar, dankjewel, ze hebben bijgedragen dat er niet zoveel bezuinigd wordt. Wij met elkaar moeten nu een plan gaan maken waar ook de gemeenteraad van zegt, daar willen we graag een behoorlijke grote hoeveelheid geld voor beschikbaar stellen om Jan Kuhne aantrekkelijk te laten zijn voor onze samenleving. Wel, en dat gaan we maken. Nog voor de zomervakantie moet het nieuwe ondernemingsplan van het museum aan de gemeenteraad worden voorgelegd.